dat ze je les geeft. En mijn doet dat ook. Ze onderzoekt over overstromingen en dat soort dingen. Werk je mama met Lego? Een beetje. Wat doet ze hier op de Oeverstraat? Ben je wel eens meegeweest met mama naar haar werk? Ja, twee keer. Maar dit is gewoon cool. En vertelt je moeder zeker heel veel over haar werk thuis? Nou, niet heel veel, maar wel soms wat. Mijn moeder moest naar andere land van andere mensen naar Canada werken. My name is Sonia Garcia Blanco. I am an adjunct professor at the Optical Sciences Group. I am the mother of Marco and Elena. We develop integrated photonics technologies. So what we want to do is to develop, investigate new materials and new integration technologies to put different optical functions on a chip. Wat doet je moeder hier voor werk? Uitvinden over je lichaam. Opzetten of zo. Nou, een professor is iemand die heel slim is en iets onderzoekt. En hoe heet je moeder eigenlijk? Tatjana Filatova. My name is Tatjana Filatova and I'm a full professor at the BMS faculty at the Department for Governance and Technology for Sustainable Development. My children are Michael and Timothy, and Michael was in the video. My research, so I'm environmental economist, and I use computer simulations in my work a lot. So we sort of program in the computer code how people make decisions and then create these artificial societies. And I do study that in application to climate change, so primarily all sort of climate disasters, floods, droughts. So how do people make choices when they face these risky situations? What do they do together? How does this lead to resilient societies? Combining being a mother and being a scientist is not always easy, but I think I just could not have done it differently because I really, really get a lot of satisfaction from my work. It makes me happier. And of course, I love my children a lot. And I have a super supportive husband who really allows me to travel and takes care about them. Yeah, it's very supportive about all my ambitions, so I think it comes alone. Ze heeft maar één ding uitgevonden. Niet iedereen zijn ogen kunnen precies hetzelfde kijken. En als je mama aan het werk heeft, heeft ze dan een witte jas aan? Ja. Mijn naam is Kerense Broesen. Ik ben associate professor bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Ik heb een dochter van 4, zij heet Rune, en een zoontje van 6 en hij heet Kjell. Ik doe onderzoek naar hoe de hersenen werken en voornamelijk in relatie tot andere delen van het lichaam, zoals bijvoorbeeld de darm. Doet je mama nog meer dan met Lego bouwen? Is ze de hele dag bezig met Lego bouwen? Ja, zij doet dingen wat je mij moet. Dat weet ik ook niet. En als ze thuis komt van het werk, vertelt ze dan wel eens wat ze gedaan heeft? Alleen tegen papa. En ze vraagt aan mij wat ik heb gedaan. Hoe heet jouw mama? Loes. Ik ben Loes Segerink en ik ben hier universitair hoofddocent. En mijn kinderen zijn Kato, Kik en Tijn. Mijn onderzoek richt zich op biomedische microsystemen. Dat zijn dit soort chips waarmee we verschillende medische toepassingen hebben, zoals bijvoorbeeld het meten of iemand ziek is, maar ook te kijken of we je organen na kunnen maken op een chip. Mijn werk is best wel goed te combineren met moederschap, hoewel het wel soms lichtelijk chaotisch is. Ik werk 4 dagen in de week en 1 dag ben ik in de week thuis. En mijn vriend doet hetzelfde, dus die werkt ook 4 dagen in de week. En dan hebben we kinderopvang en een lieve oma die ook een dag oppast. My name is Pilar Ruiz and I'm assistant professor at the Sustainable Process Technology Department at the T&W faculty. And my daughter is Daniela. My research is focused on development of sustainable technologies for biomass conversion to biofuels, bioproducts,
or biochemicals. This combination is sometimes it's complicated, but it's very fine. As soon as my children are happy and I'm also happy at work, everything works perfect. Mama, die werd door leven is uitgevonden. Mijn mama heeft zo'n verschil, maar niet in je buik. Hij heeft het ook over dieren. Wil jij later ook onderzoeker worden, net als je mama? Nee, ik word later geheimagent. Hoe heet jouw moeder eigenlijk? Saskia. Ik ben Saskia Lindhout en mijn zoontjes zijn Sander en Michiel. Ik ben universitair docent. Ik doe onderzoek aan druppels die ontstaan als je negatief en positief geladen moleculen met elkaar mengt. Deze druppels zijn interessant voor het ontstaan van leven. Die zouden daar een rol bij kunnen hebben gespeeld. En dit soort druppels komen voor in onze cellen. En als we begrijpen hoe dit soort druppels werken in biologische systemen, dus in cellen, dan kunnen we ze ook gebruiken voor nieuwe technologische toepassingen.